Laia, kun jij vertellen hoe jij terecht bent gekomen bij het Adema's Huis? Nou, mijn moeder die kreeg eierstokkanker. Ja. En toen wisten we nog helemaal niks van het Adema's Huis. Dus ja, ging het leven gewoon rustig verder. Ja, en toen hoorde mijn moeder iets over het Adema's Huis. Ze is wel vaker geweest. Toen ging ik op een open dag ging ik erheen. Ja, vanaf die open dag ging ik er ook heen. En jij komt ook bij het Adema's Huis, Michelle. Hoe kom je daar vaak? Ja, meestal wel één keer in de twee weken. Jullie hebben allemaal meegedaan aan een videoclip voor het Adema's Huis. Kunnen jullie vertellen hoe dat idee voor die videoclip is ontstaan? Nou, het is ontstaan, ja. Eigenlijk, we moesten een informatieve soort filmpje hebben. En daar waren wij voor uitgekozen om dat te maken. En toen is het eigenlijk langzamerhand zijn we dat een beetje gaan schrijven. En eerst het liedje, eerste clip hebben we gedaan. En daarna zijn we steeds verder gegaan met ideeën. En ja, uiteindelijk is dit eruit gekomen. En wat vind je het leukst bij het Adema's Huis? Nou, het chillen en bij gewoon de kinderen zijn waar je prettig bij voelt. Het is natuurlijk een lang proces. Hoe lang zijn jullie nou eigenlijk bezig geweest om dat clipje eigenlijk op te nemen? Twee maanden. Om op te nemen of... Nou, vertel het maar apart. Hoe lang hebben jullie gedaan om het liedje te schrijven? En hoe lang hebben jullie gedaan om de clip te doen? Een maand of zo. En ja, om zeg maar echt te filmen, twee dagen. Dat is twee lange dagen. Twee lange dagen. En jullie komen... En het monteren, 62 dagen. Ik heb zeker een bijzondere connectie. Mijn moeder is grondlegger van Adema's in Loophuis. Jullie komen vaker in het Adema's Huis. Wat is er dan zo al voor jullie te doen? Je kan televisie kijken en computeren en ja, je kan gewoon daar je ding doen, wat je leuk vindt eigenlijk. Je bent gewoon bezig en als je wil, dan kan je erover praten. En als je echt niks wil zeggen, dan kan je gewoon lekker je ding blijven doen. En als er dan een onderwerp maar erboven komt, dan kan je zelf bepalen of je erin mee gaat met de discussie of dat je dus eigenlijk je eigen ding blijft doen. Ja. En hoe lang bestaat het Adema's Huis nou eigenlijk precies? Anderhalf jaar. Het is echt helemaal niet lang. En wat is er eigenlijk nog meer te doen? Je hebt zo'n chillavond. Zijn er ook dingen die, of externe dingen? Gaan jullie ook vaker dingen doen? Op pad bijvoorbeeld, ergens anders iets doen? Of gebeurt het toch voornamelijk in het huis eigenlijk? Het meeste in het huis. Maar er is ook nog op woensdagmiddag, één keer in de maand of zo. Er komen zeg maar iets jongere kinderen. Want van de chillavond is het van 12 tot 18. En dan is dat van 6 tot 10 of zo, of tot 12. En dan daar kan je dan zeg maar ook in en dan ga je knutselen, tekenen, noem maar op. En dan op het laatste ga je de pannenkoek eten. En dat is ook wel leuk. Nou, ze hadden natuurlijk Henny ontmoet. En toen, ja, we wouden toch wel een lied waar we willen duidelijk maken wat kanker eigenlijk inhoudt. En ja, dat is toch wel uitgekomen in dat lied. En hoe lang zijn jullie nou bezig geweest om het nummer te schrijven en uiteindelijk dus het op te nemen in de studio? Want jullie zijn ook in de studio geweest. Hoe lang wij bezig zijn geweest met opnemen en verzinnen? Nou, we hadden een paar weken hebben het verzonnen. Ik denk 5 weken. Maar iedere keer een avondje. We kwamen bij elkaar, chillavond. En verzonnen wij het Adema's lied. En toen hebben we het opgenomen in de studio's in Rotterdam. En dat was dan toen we het lied af hadden. Alles op band hadden staan van de rest van de film. En Adema's beat hebben we toen nog ingezongen, samen met Tessa. Hoe is het idee eigenlijk gekomen om Tessa bij te betrekken bij dit liedje van het Adema's Huis? Nou, ik had er op huis en toen ik ging er mailen. Want we wilden toch wel een bekende artiest ertussen hebben. En toen heb ik er gemaild en ze reageerde heel erg blij en ze vond het heel erg leuk. En toen hebben we contact opgenomen met de moeder en toen ging alles door. Alleen jammer dat ze er vandaag niet bij was. Het is inderdaad jammer dat ze er niet bij is. Ik heb ook gezien dat er ook cursussen gegeven worden in het Adema's Huis. Ik zag iets van breakdance of zo, streetdance voorbij komen en dat soort dingen. Doen jullie daar verder zelf niet aan mee? Jawel, want dat wordt voor ons eigenlijk een beetje gericht. En dan worden ideeën ingebracht om dan te zeggen, we kunnen dit doen en we kunnen dat doen. En dan wordt daaruit gekozen wat we het leukst vinden. En dan wordt dat misschien geregeld als dat dan leuk is. Kunt u misschien uitleggen wat het Adema's Huis precies is? Het Adema's Inloophuis is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Waar zij, nadat zij bijvoorbeeld ziek zijn geweest, de mogelijkheid krijgen om als het ware te helen. Je moet eigenlijk zo zien dat wij
allerlei mogelijkheden aanbieden. Dat kunnen therapeutische mogelijkheden zijn, maar ook gewoon gezellige mogelijkheden. Om even bij stil te staan, wat is er nou allemaal gebeurd? En even tot rust te komen. En hoe is het idee eigenlijk ontstaan, het Adema's Inloophuis? 6 jaar geleden heb ik zelf borstkanker gehad. En ik heb heel veel gemist in die tijd op dat gebied. Hè. Het hele medische gedeelte is goed geregeld. Maar eigenlijk viel het mij op dat, vooral voor dat helende stuk, van hoe ga ik nu verder weer met mijn leven. Dat was eigenlijk, vond ik erg ondoorzichtig. En uiteindelijk ben ik daardoor op het idee gekomen van, jee, door een ander inloophuis, wat juist wel in Almere was, op het idee gekomen om dat hier neer te gaan zetten. Het allerbelangrijkste is op het moment dat mensen binnenkomen, dat wij werken behoeftegericht. Dus wij kijken eerst van, wat heeft iemand nodig? En soms kan het zijn dat iemand alleen maar een praatje wil en gewoon een kopje koffie. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt van, ik wil juist die therapie waar ik al heel lang naar op zoek ben. Of ik wil niet praten over mijn verhaal. Ik wil misschien wel muziektherapie. Of ik wil door middel van creativiteit mezelf uiten. We hebben yoga, je kunt zwemmen. Eigenlijk tegenwoordig kun je zeggen dat we hebben een aantal verschillende mogelijkheden. Therapeutische mogelijkheden, we hebben creatieve mogelijkheden. Sportieve, hè, want het is juist ook van hoe ga ik weer mijn lichaam goed voelen. En ook gewoon een mogelijkheden om even niks anders te doen. Even niks te maken hebben met kanker, gewoon gezelligheid met elkaar. En dat is eigenlijk wat we ook bieden. Daarbij nog een aantal lotgenotengroepen. Dus er zijn ook mensen die juist behoefte hebben om met elkaar erover te praten. Want ja, eigenlijk zien we vaak dat met elkaar erover praten brengt dat ze tips met elkaar delen. En niemand anders begreep beter jou dan iemand die het ook heeft meegemaakt. En jullie zitten er hier erg feestelijk bij. Daar kunt u vast iets meer over vertellen, over wat er vandaag precies allemaal hier aan de hand is. Ja, vandaag was de officiële première van de film Adema's Beat the Movie. Een idee van de kinderen om een eigen clip te maken. En uiteindelijk is dat geëindigd in een echt complete speelfilm, waarin ze zelf een belangrijke rol als acteur hebben gespeeld, maar ook bij de productie allerlei taken op zich hebben genomen. En vandaag was daar de première van. Jullie hebben een hoop uren erop op zitten. Hoe lang zijn jullie er nou eigenlijk mee bezig geweest? Nou, volgens mij is de match hier in Haarlem meer op de beursvloer tot stand gekomen in november vorig jaar. Ik ben, dacht ik, vanaf februari van dit jaar eens per 14 dagen op de chillavonden geweest met de jongeren. En we zijn gaan filmen op 29 en 30 juni. We hebben ook nog in juli wat gefilmd. Dat was met name voor de clip. Ja, en daarna begon het werk achter de schermen. En dat was het monteren van al dat materiaal. En nu je daarover begint, dat was nog best wel spannend. Want ik geloof tot vanmiddag was het nog niet helemaal duidelijk hoe nou uiteindelijk de presentatie er hier uit zou komen te zien, toch? Nou ja, het was zo dat dit is een hele grote klus geworden. Ik leg de lat altijd hoog. En dat vraag ik dan ook van degene die met me werken, maar ik had geen geld. Het is een no-budget productie. En mijn editor Harry Kremers heeft ongelooflijk goed werk verricht. Maar ik kon natuurlijk niet iedere avond bellen en zeggen van hoe ver ben je? Het moest allemaal wel passen. Ondertussen was hij bezig aan het verhuizen uit het huis waar wij dan nog alleen zo'n montageset hadden staan. Dus er stond best heel veel druk op. Hij zelf was degene die vanmiddag nog iets wilde veranderen. En nu in zijn binnenzak bij zich nog een versie had waar net weer even iets anders in was. Ja. U zegt net, u legde de lat voor uzelf heel hoog. Hoe hoog is die voor u geweest? Ik dacht zo 40 meter of zo, toch? Voor deze videoclip? Ja, uiteindelijk kwamen we natuurlijk op het lumineuze idee om de clip, die onderdeel uitmaakt van de film, hè, want daar draait de film in feite om, Tessa overhalen om een echte clip in te zingen en te maken. Ja, dat slotshot had ik meteen voor, maar dat moest iets met wit en ballonnen bij het huis zijn. En dat moet je niet te hard roepen bij Adema's, want er is altijd wel iemand die daar een oplossing voor weet. En in dit geval was dat een brandweerbakkie 40 meter boven de grond. Ja. Dat heet ook behoeftegericht, hè? Ja. Maar goed, dat shot is ook gelukt.